Federaal parlementslid voor Spirit Stijn Beks legt in de commissie Justitie een reeks van vragen voor aan minister Onkelings over de uitvoering van de wapenwet. Hij informeert naar de resultaten van de wapeninzamelactie, de termijn van de overgangsperiode en het statuut van sportschutter. Ook duiken er berichten op over wapens die, nadat ze bij de lokale politiedienst zijn binnengebracht ter vernietiging, op de zwarte markt verschijnen. In uw antwoord op de parlementaire vragen van collega's Gerkens en Lavaux vorige week in deze commissie, gaf u te kennen dat u vorige week vrijdag een overleg gepland had met alle provinciegouverneurs met betrekking tot de uitvoering van de wapenwet. En naar aanleiding van dat overleg en ook naar aanleiding van een aantal zaken die mij gemeld werden, wil ik u graag een aantal vragen stellen. Zo vraag ik mij af wat het overleg met de provinciegouverneurs heeft opgeleverd, of er daarbij concrete problemen of vragen vanuit die provinciale diensten aan het licht kwam. En toch ook niet onbelangrijk, welke ministers aanwezig of vertegenwoordigd waren op deze bijeenkomst. Die vraag vanuit de overweging dat u al vaker te kennen gaf dat het niet alleen uw verantwoordelijkheid is om te zorgen dat deze wapenwet goed wordt uitgevoerd, dat ook andere ministers voor bepaalde zaken verantwoordelijk zijn. En mijn tweede vraag is of de regering maatregelen plant in het kader van de wapenwet om tegemoet te komen aan de opmerkingen die het arbitragehof reeds gemaakt heeft bij deze wet en meer bepaald over het gebrek aan een overgangsperiode voor mensen die een vergunning hadden die al van langer dan 5 jaar geleden dateert. Ten derde, er kwam aan het licht, er werd mij gemeld dat de lokale politiediensten vaak zouden weigeren om munitie te aanvaarden. Dus mensen leveren hun wapen in, brengen ook de munitie mee die ze daar nog voor hebben. En die lokale politiediensten zouden vaak zeggen, kijk, we kunnen uw wapen aanvaarden, maar niet uw munitie. Want de kostprijs om deze te vernietigen, die komt op onze rekening en wij hebben daar geen budget voor. Nu, ik heb daarover minister Flao aangesproken, de minister van Defensie, omdat het leger toch een aantal, zeker infrastructuur heeft om munitie te vernietigen. En ik dacht, misschien kan hij ook mee zijn verantwoordelijkheid opnemen. Maar minister Flao verwees mij opnieuw naar u en zei dat hij u hierover reeds een schrijven bezorgd had waarin hij verwijst naar afspraken tussen het leger en een privé firma hieromtrent. Mijn vraag is eigenlijk of de regering middelen zal vrijmaken om ook de vernietiging van de munitie te voorzien en om deze kosteloos te maken voor de lokale politie, zodanig dat mensen die met hun munitie bij de lokale politie komen, dat zij die ook effectief daar kunnen laten. Mevrouw de minister, er heerst ook onduidelijkheid over het tarief. Dat zal gehanteerd worden wanneer meerdere vergunningen door eenzelfde persoon worden aangevraagd. En we hebben in de overgangsperiode voorzien dat zij niet voor elk wapen de volle pot moeten betalen, maar dat er een degressief tarief is. Hoe meer wapens dat zij laten vergunnen, hoe minder zij moeten betalen relatief gezien per wapen. De vraag is wat er gebeurt daarmee na de overgangsperiode. Volgens mijn informatie zouden ze op dat moment voor elk wapen de volle pot moeten betalen. Dus iemand die nu aan een degressief tarief zijn wapens laat vergunnen, moet binnen 5 jaar, wanneer hij nieuwe vergunningen aanvraagt voor die wapens, moet voor elk wapen de volle pot betalen. Kunnen we niet meer mensen aanmoedigen om in het wettelijke systeem te stappen door ook dat degressief tarief te voorzien in de toekomst, wanneer ze binnen bijvoorbeeld 5 jaar een hernieuwing aanvragen? Ik denk dat dat een bezorgdheid zou kunnen wegnemen bij wapenbezitters. Naar de aantallen, de wapens die tot nu toe reeds, de vergunningsaanvragen die reeds werden ingediend, ook de wapens die werden ingeleverd. Voor een aantal provincies zijn de gouverneurs zo vrij geweest om die cijfers al ter beschikking te stellen. Ik denk dat dat ons als parlementsleden een nuttige informatie geeft om te kunnen inschatten hoe de wet wordt opgevolgd. Maar bijvoorbeeld in mijn eigen provincie, in de provincie Vlaams-Brabant, zegt de gouverneur dat hij een afspraak heeft met de minister van Justitie om aan u het over te laten om de cijfers bekend te maken. Dus vandaar ook mijn vraag hoeveel wapens nu reeds werden ingediend in de verschillende politiezones, hoeveel er daarvan de bedoeling hebben om vernietigd te worden en hoeveel zullen geregulariseerd worden. Eventueel hoeveel wapens zullen overgedragen worden aan een openbaar museum, wetenschappelijke instelling of politiedienst, zoals de wet de mogelijkheid voorziet. Tot slot een opmerking die mij zorgen baart en waarvan ik vind dat ik u vandaag
moet meegeven, alhoewel dat ik ook zeg dat de informatie waarover ik beschik, dat ik verre van zeker ben dat het ook effectief waar is. Maar men heeft mij gesignaleerd dat wapens die werden ingeleverd door particulieren, dat die nadien, dus ondanks het feit dat ze bij de politie werden ingeleverd, zouden aangetroffen zijn op de zwarte markt. En dat is natuurlijk wel zeer problematisch. Moest dat waar zijn? Ik zeg niet dat het waar is, maar het doet mij een aantal vragen stellen naar de procedure die eigenlijk gevolgd wordt op het moment dat iemand zijn wapen inlevert en de garanties die we daar hebben dat er daar niks fout loopt. Ten eerste, hoeveel wapens reeds effectief werden vernietigd. Ten tweede, kan de gouverneur vrij kiezen naar waar de wapens moeten gevoerd worden? Ik dacht dat uit uw circulaire bleek dat dat wel degelijk het geval was. Maar weet u als minister welke bedrijven of instellingen worden ingeschakeld voor de vernietiging? En op welke manier wordt er eigenlijk voor gezorgd dat die vernietiging in de bedrijven ook effectief gebeurt? Op welke manier wordt hierop toegezien? Wiens verantwoordelijkheid is het dat daar niks fout loopt en dat we effectief de garantie hebben dat de wapens die worden ingeleverd, dat die ook uiteindelijk effectief vernietigd worden en dus uit de samenleving verdwijnen? Pour ce qui concerne l'application de cette loi, j'ai effectivement rencontré tous les gouverneurs de province pour une évaluation des mesures transitoires mises en place dans le cadre de la loi du 8 juin dernier. Nous avons d'abord fait une première évaluation de la collecte d'armes organisée par les gouverneurs eux-mêmes. En effet, vu la demande d'informations constante des détenteurs d'armes, vu aussi l'action qui avait été introduite, action en suspension de la loi, il y avait toute une série d'incertitudes. Vous savez que l'autorité publique a gagné cette action en suspension, mais qu'il y a une action en annulation qui reste pendante. Mais pour le moment, nous avons eu gain de cause devant le Conseil d'État. Mais vu le problème d'information, vu des interrogations qui se posaient suite aux actions aux requêtes en suspension devant le Conseil d'État, finalement, on avait constaté peu d'armes restituées. Devant la Cour d'arbitrage. On avait constaté peu d'armes restituées. Et donc les gouverneurs, avec évidemment l'appui du ministre de l'Intérieur et de moi-même, ont organisé une grande collecte d'armes entre le 20 et le 25 novembre. À cette occasion, les détenteurs d'armes ont eu l'occasion de procéder à l'abandon volontaire de leurs armes prohibées à la police locale ou, pour les armes soumises à autorisation, de restituer ou de procéder à l'enregistrement et la régularisation de leurs armes. Je peux vous dire que cette campagne des gouverneurs a été couronnée de succès. À l'heure actuelle, mais les chiffres ne sont pas encore tout à fait complets, mais j'ai relevé que pour les abandons volontaires, on a un total d'armes abandonnées qui est de 47 416. Et pour les armes en cours de régularisation, c'est là que je n'ai pas encore l'ensemble des chiffres, mais ça va tourner autour de 30 000 armes en cours de régularisation. Alors, nous avons, avec les gouverneurs, constaté donc qu'une bonne campagne d'information, un bon travail de dialogue avec les zones de police ont donc permis d'engranger un certain succès. Et nous avons dès lors décidé de continuer. En effet, le gouvernement a accordé, à la demande des gouverneurs d'ailleurs, une prolongation de la période d'immunité de 6 mois prévue dans la loi. Celle-ci sera donc prolongée jusqu'au 30 juin prochain. Cela ne signifie évidemment pas que nous sommes laxistes, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, étant donné le vote très rapide de la loi Armes et sa mise en œuvre accélérée, un temps d'adaptation supplémentaire manifestement s'avérait indispensable. Il n'en reste pas moins, et je le dis, qu'une fois cette période d'immunité expirée, les contrôles seront alors renforcés. Une liste des détenteurs d'armes enregistrées au registre central et qui ne sont pas encore régularisés sera mise à la disposition des autorités provinciales. Donc on va croiser, si vous voulez, les banques de données.
Je vous rappelle l'échelle des peines prévues par le législateur pour le non-respect de la nouvelle loi. Une peine d'emprisonnement d'un mois à 5 ans et ou une amende de 100 euros à 25 000 euros. Drie, verlenging van de termijn om te genieten van een degressieve heffing. Gelet op het feit dat tijdens de lopende overgangsperiode veel mensen verplicht zijn om vergunningen voor hun wapens aan te wrangen of te hernieuwen, is een voordelig tarief voorzien, voornamelijk voor de personen die voor het einde van de immuniteitsperiode meerdere aanvragen tegelijk indienen. De ministerraad van deze morgen, de ministerraad van vrijdag heeft eveneens geopteerd voor een verlenging van de periode tijdens welke de burgers kunnen genieten van degressieve bedragen van de heffingen wapens tot 30 juni 2007. Het is de bedoeling van deze maatregel, net zoals voor de immuniteitsperiode, de wapenbezitters aan te zetten om zich in orde te stellen. Alors, un petit rappel, quand on sera en régime normal, donc après le 30 juin, ce sera le tarif 65 euros par arme, par autorisation, 65 euros. Voor 10 vergunningen, 650 euro. Okay? Tijdens de amnestieperiode, donc jusqu'au 30 juin, c'est un tarif dégressif. Bijvoorbeeld voor 1 vergunning 65 euro, voor 2 85 euro voor de 2 en voor 10 vergunningen een totaal van 105 euro. Oké? Alors, pour ce qui concerne le stockage des armes et la destruction des munitions, le point du stockage des armes et de la destruction a aussi été évoqué avec les gouverneurs. Le stockage des armes ne semble pas poser de problème majeur. À la demande des gouverneurs, les directeurs coordinateurs de zone procèdent de manière régulière à l'enlèvement des armes entreposées au sein des commissariats des différentes zones de police. De même, une solution structurelle a été dégagée pour la destruction de ces armes. Le directeur coordinateur de Gand a proposé à ses collègues de coordonner les opérations de destruction d'armes chez Arcelor pour l'ensemble des provinces. La province de Liège a quant à elle décidé d'organiser elle-même la destruction d'armes récoltées sur son territoire. Cette destruction sera réalisée au site Arcelor de Chertal. Le stockage et la destruction des munitions, par contre, posent problème. Une solution a été proposée par la Défense nationale. Les gouverneurs pourront recourir par l'intermédiaire de la Défense au service d'une firme allemande qui est déjà actuellement autorisée à transporter et détruire les munitions en grande quantité. C'est une firme pour laquelle il y a des contrats avec la Défense nationale. Les coûts de cette opération seront pris en charge par le SPF Justice. Avant tout transport, un spécialiste de l'armée se rendra dans les provinces afin de vérifier la stabilité suffisante des munitions. Enfin, le statut spécifique des chasseurs et des tireurs sportifs. Nous l'avons aussi évoqué avec les gouverneurs. Pour ce qui concerne les chasseurs, vous le savez, la loi prévoit que le permis de chasse vaut autorisation. Pour ce qui concerne les tireurs sportifs, on a prévu aussi un régime dérogatoire. Les communautés compétentes doivent légiférer en vue de créer un statut spécifique. Et dès qu'il y a ce statut spécifique, les détenteurs de la reconnaissance de tireurs sportifs seront aussi considérés comme ayant autorisation. Alors, le décret sur le statut du tireur sportif a été adopté en communauté française le 14 novembre dernier et devra entrer en vigueur début décembre 2006. Donc pour la communauté française, pour les tireurs sportifs, ils auront un régime comme pour les chasseurs, donc pas de problème. Pour la communauté germanophone, un tel décret a été adopté le 20 novembre dernier et devrait entrer en vigueur en mai 2007, donc pas de problème non plus
pour la communauté germanophone. Quant à la communauté flamande, on me dit qu'une réflexion est actuellement en cours et qu'une initiative légale pourrait être prise dans les semaines ou les mois qui viennent. Dernier élément, je ne suis pas au courant que du marché noir provenant des commissariats de police existe. Si tel est le cas, il y aurait immédiatement des procédures judiciaires, puisque le détenteur d'une arme va à la zone de police et a un document prouvant qu'il a rendu son arme. Donc si après cette arme-là se retrouve sur des marchés noirs, ben, c'est qu'il y a un problème au niveau de la zone de police. Et donc une procédure judiciaire serait immédiatement entamée. Mais je n'ai pas entendu parler de plainte concernant ce type de marché noir. Vous en avez parlé, mais c'est la première fois que j'en entendais parler. We kennen de situatie. Er is eigenlijk lang geaarzeld door veel wapenbezitters en daarbij vaak aangestuurd door allerlei verenigingen die eigenlijk oproepen om de wet te boycotten, die procedures aanspannen om ze te laten vernietigen. En dat heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk pas op het moment van die intensieve campagne die gevoerd werd door de gouverneurs, dat er pas op dat moment echt een golf van wapens kwam die werden ingeleverd voor vernietiging of waarvoor de regularisatie werd aangevraagd. U heeft de cijfers genoemd en ik denk dat het inderdaad duidelijk is dat die campagne van de gouverneurs dat die zeer goed gewerkt heeft. Langs de andere kant moeten we ook durven erkennen dat de opmerkingen van het arbitragehof het noodzaken om ook in een overgangstermijn te voorzien voor die wapens die, waarvoor we die niet hadden voorzien in de wet. En in die zin, om die dubbele reden, kan ik leven met de verlenging die u hier aankondigt tot 30 juni. Namelijk om zowel de mensen die wat geaarzeld hebben om in het aanbod eigenlijk van de wetgever te stappen, om die toch nog de kans te geven om dat te doen. En ten tweede om zeker geen risico te lopen dat de wet uiteindelijk toch nog vernietigd zou worden, omdat we niet in die overgangsperiode hebben voorzien. Maar ik vind het wel essentieel, en u doet dat ook, ik ben daar u zeer erkentelijk voor, dat u ook duidelijk maakt dat vanaf die 30ste juni, wie op dat moment niet in orde is, dat zijn gegevens zullen doorgegeven worden aan verantwoordelijke diensten, die ook kunnen zorgen dat er gecontroleerd en indien nodig vervolgd wordt met strenge controles en strenge straffen.